Hoe kan je met eenvoudige wiskunde een computer overtreffen? Vanuit Café Lokaal in Antwerpen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ik heb goed nieuws voor mensen die vaak te horen krijgen dat ze chaoten zijn. Want ik ga wiskundig aantonen dat er in bepaalde chaotische systemen altijd een zekere vorm van orde te ontwaren is, op voorwaarde dat het systeem chaotisch genoeg is. En om dat te doen, ga ik gebruik maken van de taal van de Ramsey-theorie. Dat is een wiskundige theorie en die is genoemd naar Frank Ramsey. Dat is een Brits filosoof en wiskundige uit het begin van de vorige eeuw. Kijk, als ik op een feestje ben, dan zijn er altijd mensen aanwezig die ik ken en mensen die ik niet ken. Nu, voor alle duidelijkheid, met kennen bedoel ik de symmetrische vriendschapsrelatie. Bijvoorbeeld, ik ken Dimitri Vegas. Het is te zeggen, ik weet wie dat is. Maar ik ben er vrij zeker van dat die mens mij niet kent. Dus als wij samen op een feestje zouden staan, hoogst onwaarschijnlijk, dan vallen wij onder de categorie van de mensen die elkaar niet kennen. All right. Een heel onschuldige vraag voor jullie. Hoeveel mensen moet je minimaal uitnodigen op een feestje om er absoluut zeker van te zijn dat je daar ofwel 3 mensen kunt vinden die elkaar onderling kennen, ofwel 3 mensen die elkaar onderling allemaal niet kennen? Is er iemand die daar een idee van heeft? Je kunt altijd 42 roepen, dat werkt altijd. Kijk, om op die 6, dat zou heel raar zijn, dat is 3+3, kom je daarbij. Om op die vraag te antwoorden, gaan we doen wat een wiskundige doet. We gaan het probleem abstraheren. Dus mensen op een feestje, we gaan dat voorstellen door punten in een vlak. En wat gaan we dan doen? We gaan al die punten verbinden met lijnstukken. Wat krijg je dan? Een configuratie van punten en lijnstukken in het vlak. En wiskundigen noemen dat een complete graaf van orde n. Dus achter mij zie je bijvoorbeeld complete grafen van orde 1 tot en met 8. Wat gaan we dan doen? We gaan van die complete grafen bichrome complete grafen maken. Bichroom, tweekleurig. En hoe doen we dat? Wel, elk lijnstuk gaan we inkleuren. We gaan een lijnstuk blauw maken als dat een verbinding is tussen 2 punten, dus eigenlijk 2 mensen die elkaar kennen. En we gaan een lijnstuk rood maken als dat een lijnstuk is tussen 2 punten, of dus 2 mensen, die elkaar niet kennen. Nu, door dat probleem te abstraheren, kunnen we het herformuleren. Dus de initiële vraag: hoeveel mensen moeten er op een feestje aanwezig zijn om er absoluut zeker van te zijn dat je 3 mensen vindt die elkaar kennen of 3 mensen die elkaar niet kennen? Wiskundig gezien, in welke bichrome complete graaf zit er een monochrome driehoek? Monochroom, 1 kleur, blauw of rood. Een driehoek is eigenlijk ook een complete graaf van orde 3. Wat je kunt zien, het juiste antwoord is zeker niet 4. Want je ziet daar 2 mogelijke configuraties van 4 mensen op een feestje. Sommige van die mensen kennen elkaar, sommigen niet. Nu, links, daar kun je een monochrome blauwe driehoek zien in dit geval. Rechts zijn er geen monochrome driehoeken. Het juiste antwoord is ook niet 5. En waarom niet? Op de volgende slide verschijnen 2 bichrome complete grafen van orde 5. En opnieuw, links, daar zie je een monochrome driehoek, bovenaan, een blauwe. Rechts niet, daar zit geen monochrome driehoek in. Nu, wat ga ik doen? Ik ga wiskundig aantonen dat 6 het juiste antwoord is. En hoe doe ik dat? Wel, ik vertrek van 6 punten in het vlak. Een van die punten, dat ben ik, bijvoorbeeld links van boven. Nu, een van de dingen die ik ga moeten doen, dat is dat ene punt verbinden met die 5 andere punten. Dat zijn 5 lijnstukken. En ik ga die lijnstukken moeten inkleuren. 5 lijnstukken en ik heb 2 kleuren ter beschikking.
Dus één van die kleuren ga ik zeker minstens 3 keer gebruiken. Dat kan blauw zijn, dat kan rood zijn. In dit geval bijvoorbeeld blauw. Dus wat betekent dat? Ik ken alvast 3 mensen. Vervolgens ga ik kijken naar die 3 mensen die ik al ken. Want er zijn 2 scenario's. Scenario 1. Onder die 3 mensen kunt je 2 mensen vinden die elkaar ook kennen. 1 en 2, of 1 en 3, of 2 en 3. In elk van die gevallen mocht je een extra blauw lijnstuk tekenen. En dan bekom je een monochrome blauwe driehoek. Scenario 2, dat doet zich voor als scenario 1 zich niet voordoet. En wat betekent dat dan? Dat die 3 mensen die ik ken, elkaar onderling niet kennen. Maar ja, in dat geval mag ik 3 rode lijnstukken tekenen en dan bekom ik opnieuw een monochrome driehoek. Deze keer een rode driehoek. Dus ik heb nu wiskundig aangetoond, in elke bichrome complete graaf van orde 6 zit er altijd een monochrome driehoek. En dat is een typisch resultaat uit de Ramsey-theorie. Dat zegt eigenlijk dat er in bepaalde chaotische systemen, en die chaotische systemen, dat zijn bichrome complete grafen. En waarom is dat chaotisch? Hij mocht dat totaal willekeurig inkleuren. Maar vanaf een zekere grootte, 6 punten of meer, kunt je altijd orde ontwaren. En die orde, dat is een monochrome deelstructuur. In dit geval een driehoek. Nu, wiskundigen die hebben dit probleem uiteraard veralgemeend. Dat is iets wat we heel graag doen, dingen veralgemenen. Nou, wij spreken van een ganse klasse van partyproblemen. Nu, bij partyproblemen denken de meeste mensen aan het feit dat je op een feestje of op een receptie nooit optimaal gepositioneerd kunt staan als ze langskomen met plateaukjes met van die kleine sandwichjes. En als ze dan toch bij je geraken, dat je nooit op voorhand kunt weten wat ertussen ligt tot als je eentje gepakt hebt. Voor wiskundigen, partyproblemen, dat is iets helemaal anders. Elk partyprobleem ziet er als volgt uit. Wat is RPQ? Nu, wat is RPQ? Dat is het zogenaamde Ramsey-getal van orde PQ. Dat is eigenlijk het antwoord op de vraag hoeveel mensen moet je minstens uitnodigen om er absoluut zeker van te zijn dat je ofwel P mensen kunt vinden die elkaar kennen, ofwel Q mensen die elkaar niet kennen. Dus bijvoorbeeld, daarnet heb ik wiskundig aangetoond, het Ramsey-getal van orde 3-3 is gelijk aan 6. Maar je zou je kunnen afvragen, het Ramsey-getal van orde 4-4, hoeveel is dat dan? Dus wiskundig uitgedrukt, in welke bichrome complete graaf zit er zeker een monochrome complete graaf van orde 4, zo'n blauwe of zo'n rode, gelijk op de slide? Wel, het juiste antwoord blijkt 18 te zijn. Ik ga dat niet wiskundig bewijzen, je gaat dat van mij moeten aannemen of meenemen als huiswerk. Maar dit is een complete graaf van orde 18. Je kunt zien dat is al een vrij ingewikkelde structuur. Hij is nog niet ingekleurd, maar als we dat zouden doen, daar zit zeker een complete monochrome graaf van orde 4 in. Vreemd genoeg, daarna begint het fout te lopen. Het Ramsey-getal van orde 5-5, dat kennen we nog altijd niet. Het enige wat we zeker weten, is dat het niet 42 of minder is, wat heel raar is voor de fans van The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, en dat het zeker minder dan 50 is. Maar de exacte waarde, nee, die kennen we niet. Het zou kunnen dat je dan afvraagt, ja, maar ja, hoe weet je dit dan eigenlijk? Maar ja, dat is natuurlijk omdat wiskundigen over Ramsey-getallen eigenschappen bewijzen, stellingen. En uit die stellingen kun je dit soort informatie afleiden. Dus dat zijn eigenlijk intervallen waarin dat Ramsey-getal dan ligt. Maar je kunt zien, als P en Q groter beginnen worden, dan wordt het eigenlijk alleen maar slechter. Dus het Ramsey-getal van orde 6-6, dat kennen we ook niet. En daarmee beantwoord ik een vraag die ik heel vaak krijg van niet-wiskundigen. Ja, maar in de wiskunde is nog niet alles al gedaan dan? Nee. Als jij er thuis in slaagt om het Ramsey-getal van orde 5-5 te berekenen, dan forceert je een doorbraak. Het zou kunnen dat je zegt, ja, maar ja, zo moeilijk kan dat nu toch niet zijn met de computer. Wel, daar zijn 2 dingen over te zeggen. Ten eerste, wiskundigen
die gaan dat geen bevredigend bewijs vinden. Want wij vinden nog altijd dat het enige echte juist bewijs een artisanaal bewijs is, met pen en papier. En ten tweede, het gaat u toch niet lukken. En om dat uit te leggen, zou ik willen verwijzen naar een quote van Paul Erdős. Dat is een Hongaars wiskundige. En die zei ooit het volgende, ik parafraseer dat een beetje. Stel, supergeavanceerde aliens die landen op aarde en die zeggen, kijk gasten, volgend jaar staan we hier terug. Als je ons dan niet kunt vertellen hoeveel het Ramsey-getal van orde 5-5 is, dan blaas uw planeet op. In dat geval, zei Erdős, hebben we eigenlijk maar één keuze. Dat is alle wiskundigen en alle wetenschappers alle computers samenbrengen en keihard beginnen rekenen. Maar als ze zouden vragen naar het Ramsey-getal van orde 6-6, nou, vergeet het. Dan kunnen we beter gewoon meteen in de tegenaanval gaan. Nu, ik zou die quote van Erdős willen bekijken door de ogen van een complexiteitstheoreticus. Wat is dat? Je kent allemaal een sommelier. Een sommelier dat is iemand die van een wijn kan zeggen of dat hij lekker is of niet, zonder hem door te slikken. Wel, iemand die complexiteitstheorie doet, die kan van een probleem zeggen of dat het makkelijk is of niet, zonder het op te lossen. Stel bijvoorbeeld, daarnet op de slide stond, het Ramsey-getal van orde 6-6 is minstens 102. Dus een heel logische vraag zou zijn, is het niet gewoon gelijk aan 102? Hoe moet je dat checken? Je moet beginnen met 102 punten in het vlak. En je moet al die punten met elkaar verbinden met lijnstukken om dus de complete graaf van orde 102 te bekomen. Hoeveel lijnstukken zijn dat? 5151. Elk van die lijnstukken moet je inkleuren, blauw of rood. Dus hoeveel bichrome complete grafen van orde 102 zijn er? 2 tot de macht, 5151. En dat is op zijn zachtst uitgedrukt ambetant veel. Dat is meer dan 10 tot de macht 1500. Dat is een 1 met 1500 nullen achter. En die moeten allemaal controleren om te zien of er daar geen complete monochrome graaf van orde 6 in zit. Enfin, dat is niet helemaal waar. Je moet ze niet allemaal controleren. Je kunt er een paar a priori al uitsluiten en je kunt het aantal te controleren grafen reduceren door gebruik te maken van symmetrieargumenten. Maar in tegenstelling tot uw rapport vroeger, op een paar van die nullen gaat het echt niet aankomen. Nu, we gaan dat niet zelf doen. We gaan dat doen met supercomputers. We gaan dat doen met de strafste supercomputers die er op dit moment zijn. Dat zijn machines en die kunnen 200 petaflops aan. Wat betekent dat? Dat betekent dat die machines elke seconde 2×10⁻¹⁷ bewerkingen kunnen uitvoeren. Dat is een 2 gevolgd door 17 nullen. Nu, we doen een keer goed zot. We nemen niet zo één supercomputer. We zetten zo'n supercomputer op elk atoom in ons heelal. Hoeveel zijn dat er? Het is van horen zeggen 10⁻¹⁸. Dat is een 1 met 80 nullen. En hoe lang zijn die machines al aan het draaien? We zijn nu toch aan het overdrijven. Sinds de Big Bang. Dus dat is 14 miljard jaar geleden, in seconden uitgedrukt, naar boven afgerond, 10⁻⁸ seconde geleden. Dus hoeveel bewerkingen hebben al die computers samen in de tussentijd al uitgevoerd? 2×10⁻⁷ × 10⁻⁸ × 10⁻⁸, dat is een 2 gevolgd door 105 nullen. En daarmee wilt je een probleem oplossen van de grote orde. Een 1 met 1500 nullen. Je voelt dat waarschijnlijk aan. Dat gaat niet gaan. En voor computerwetenschappers en voor ingenieurs is dat deprimerend nieuws. Want dat wil eigenlijk zeggen dat wij de dag van vandaag met onze huidige machines niet in staat zijn om een probleem op te lossen dat eigenlijk er niet eens zo moeilijk uitziet. Iets over 102 mensen op een feestje begot. Maar vanuit wiskundig en filosofisch standpunt is dat absoluut fantastisch. Want dat betekent dat wij met ons menselijk brein in staat zijn om redeneringen te maken
ook al staan ze nog niet helemaal op punt, waarmee we die machines mijlenver vooruit zijn. En voor mij persoonlijk is dat een van de meest fascinerende aspecten aan de wiskunde. Wiskunde, dat is eigenlijk gewoon een ode aan de kracht van uw brein.